Kortsluiting in een droger heeft vrijdagmiddag voor brand gezorgd in de Tulpstraat in Malden. Rond 1:15 vatte het apparaat vlam. Op het moment van de brand waren de bewoners en hun hond thuis. De hond heeft de brand niet overleefd. Reanimatiepogingen en het toedienen van zuurstof mocht niet meer baten. De hond is door de dierenambulance opgehaald.